Als het zo verder gaat, dan gaan wij moeten uiteindelijk beslissen wat de prioriteiten zijn binnen de prioriteiten. Dus wat gaan we niet meer vervolgen? De drugmafia, de slavenarbeid, de vergiftiging. Kies maar. Een gigantisch verdienmodel, want dat is het. Met de drugs hebben we geleid tot zieke toestanden, waar granaatinslagen in de volkswijken zijn, waar havenarbeiders onder druk worden gezet door maffiabendes, waar adolescenten en tieners met zware wapens rondlopen en grote vissen ermee wegkomen. En waar nu zelfs de minister van Justitie wordt bedreigd. Ik denk echt dat alle diensten in ons land oprecht hun uiterste best doen. En ik denk ook dat er heel veel al gepresteerd is. Tegelijkertijd hoor ik en horen wij allemaal dat diezelfde diensten die zich kapot hebben gewerkt wel allemaal op hun tandvlees zitten en zelfs door hun tandvlees. Onder de Zweedse regering werd er 200 miljoen euro bespaard op de federale gerechtelijke politie. Hetzelfde bij de douane. Men moet het hier doen met 300 à 350 koppen, dus geen voltijdsequivalenten, om heel die haven te controleren, inclusief luchthaven, inclusief diamant. Openbaar ministerie komt hier zeggen dat we met een personeelsnorm werken van 1953. Bij de FOP-financiën hetzelfde verhaal. Exact hetzelfde verhaal, zowat alle regeringen hebben bespaard. Het aantal controleurs is gedaald van 4.300 naar 3.850 vandaag. Dus niemand moet hier hoog van de toren blazen. Ik denk dat de inspanningen op nationaal en internationaal niveau en op vlak van internationale samenwerking, dat die ruim onvoldoende zijn en dat daar marge is tot verbetering. Ik dacht dat de situatie ernstig was, maar ze is erger dan ik dacht. Dat heb ik geleerd. Ik heb geleerd dat wij hier in Antwerpen... De haven is een haven niet alleen van Antwerpen, is hier maandag gezegd, maar van heel het land. Waar hebben wij mee te maken? Wij hebben te maken met Sky ECC en die hele drugmafia die hier in onze stad zit. Waar hebben we nog mee te maken? We hebben met Borealis te maken en met heel de slavenarbeid. Een van de grootste slavenarbeiddossiers in Europa. Waar hebben we nog mee te maken? 3M, vergiftiging. Een van de grootste vergiftigingszaken in onze geschiedenis. En we hebben ook nog met PostNL te maken. En ik hoor dan parket en federale gerechtelijke politie zeggen... Vroeger moesten wij kiezen wat de prioriteiten waren. Maar als het zo verder gaat, heb ik gehoord... Als het zo verder gaat, dan gaan wij moeten uiteindelijk beslissen wat de prioriteiten zijn binnen de prioriteiten. Dus wat gaan we niet meer vervolgen? De drugmafia, de slavenarbeid, de vergiftiging. Kies maar. En dat is het resultaat, beste partijen van Vivaldi en de Zweedse regering, van 20 jaar lang neoliberalisme en besparingen. Dus ik ben superblij, meneer de burgemeester, dat er hier eindelijk een front is voor investeringen, herinvesteringen in goede openbare diensten op alle mogelijke niveaus. Ik hoop ook dat dat opheffing van het bankgeheim daaraan wordt gekoppeld, zodat je niet blind rijdt. En ik hoop ook dat het preventieluik daaraan gekoppeld wordt. Want tot slot wil ik dat toch wel zeggen. Niemand zegt dat preventie alles oplost. Integendeel. Maar wij gaan hier in Antwerpen wel moeten knokkeren voor elke jongere die uit een boot valt. Wij gaan hier niemand in de steek laten als potentiële luitenant voor heel die drugmafia. Dank u.